Dit is Suus van Vraagt Suus en vandaag is het dinsdag 1 mei. Mei alweer. De tijd vliegt voorbij en nog even en het is gewoon alweer kerst. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel dagen precies, maar dat komt vast nog wel een keer tevoorschijn. Vandaag niet heel veel bijzonders op de planning. Vannacht ben ik eruit geweest om nog plantjes te redden die buiten hingen, want het ging echt heel hard waaien ineens. En mijn hoofd is nu een beetje brak. Ik ga eens even wat video's kijken van medevloggers. En dan ga ik eerst maar eens even zorgen dat er in huis wat gedaan wordt. Want dat is best wel nodig. En verder heb ik niet heel veel bijzonders op de planning. Maar ja, inmiddels ken je me een beetje. Als ik zeg dat er niet veel bijzonders op de planning staat, wordt het vaak toch nog een drukke dag. We gaan zien of dat vandaag ook zo is. In elk geval vast een fijne dag en veel kijkplezier. Nou, achter me zie je nog steeds de computers. En dat klopt, want ik ben bezig om mijn Facebookpagina om te zetten naar een businesspagina. En dat betekent dat de andere Vraag het Suus pagina de lucht uit moet. Maar dat is nog wel even een dingetje. En verder ben ik bezig met het automatisch laten sturen. Hé, dit is een stukje beter. Van berichten, zodat jullie gewoon 's ochtends een melding krijgen in Twitter en Facebook en in Instagram van deze nieuwe video. En daar heb ik wel een handig dingetje voor gekregen van Janneke van Huisje. Wel tevreden, maar het moet wel even gaan werken nu. Dus daar ben ik even mee aan het klooien. Dus ik ga nog even verder. Even een vraagje aan medemoeders. Herkennen jullie dat? Dan ligt er iets op de trap. En dan ligt dat er een week later nog. En dat is niet omdat ik er overheen stap, omdat het niet van mij is, maar van een kind. Ze nemen het gewoon niet mee naar boven. Echt rete irritant. Goed, ik ga even wat opruimen hier. En dan ga ik de actioners onveilig maken. Het regent nog steeds. Het wordt wel wat lichter in de lucht. Dus ik hoop dat het nog een beetje droog wordt straks. Zo, ik ga even naar de action. Even kijken wat ze daar hebben. En het regent, dus ik kan jullie niet meenemen naar buiten. Maar ik ga wel even filmen in de action, is de bedoeling. Even kijken hoe druk het is vandaag. Of dat ik het durf eigenlijk. Dat is denk ik meer de vraag. Maar daar ga ik steeds meer die schram doen. Die raak ik steeds meer kwijt. Dus ik ga op pad. Garage onder de Dekamarkt, want het regende een beetje te veel om op de fiets te gaan. Dus nu snel naar de action. Daar gaan we. Waarom zijn die er nooit in volwassen mate, mini en sokken? Ik heb me ingehouden, maar genoeg meegenomen weer. Ik ga nu even bij de Bruna, want ik kreeg een mailtje dat er ineens een pakketje voor mij zou liggen. Ik weet van niks. Het is niet te geloven, maar het is gewoon in één keer droog. Nou, bij de deur. Dus even de sleutels opslaan. Het pakketje was inderdaad van mij. Het was een pakketje van school, meestal van een bedrijf, gestuurd via school. Maar omdat mijn privé mail er in dit geval aangelinkt was, kreeg ik dus het ophaalbericht. En dat was wel fijn, want dan kan ik het nu eens even bekijken. Want het zijn een nieuw soort verband. En ik ga er straks nog wat over. Mijn haar is echt standje wind. En ik heb heel erg last gehad van harenuitval.
En dat haar begint inmiddels weer aan te groeien, vandaar elke keer alle losse plukjes. Maar om nou alles vast te zetten met speldjes is ook niks voor mij. Goed, de action, want ik ben inmiddels terug. Ik heb daar een aantal boodschapjes gedaan en die ga ik nu even met jullie delen. En dat is om te beginnen heb ik iPads gekocht. Tenminste, eye makeup remover pads. Ik had van die doekjes die even wat groter waren en dat beviel me toch niet. En deze vind ik prettiger, dus die heb ik me weer gehaald. Nieuwe haarelastiekjes. Ik weet niet of de mensen met lang haar het herkennen. Maar ze verdwijnen gewoon. Ook gaan ze best wel snel stuk, maar bij mij verdwijnen ze ook gewoon. En aangezien mijn zoon ook lang haar heeft en die ze ook nog wel gebruikt. Nou, deze kleur denk ik niet, maar je weet maar nooit. Ze verdwijnen gewoon waar je bij staat. Dus maar weer een stapeltje nieuwe. Dit zijn er 36. Ik ben benieuwd hoe lang ik meedoe. Niet heel lang, denk ik. Oké, gaan we verder. Dan van die hemdjes. Ik weet niet of je het kunt zien. Dat is van dat shapewear. En die van de Action, die zijn gewoon het lekkerste. Maar die hebben ze niet altijd. Nu hebben ze ze wel weer een keer. Dus dat is wel fijn. Dus die heb ik nu twee weer meegenomen. En ik was helemaal door mijn post-it memo's heen. Dit zijn de wat grotere en dit zijn de iets kleinere. En die zijn in allerlei kleurtjes. En deze, die doe ik ook vaak één laagje, zeg maar één kleurtje, in kleine reepjes maken. En die gebruik ik dan als een soort boekwijzers. Vind ik ook erg handig. Nou, dat was de mini shoplog van de Action. Oké, dit is het eerste brievenbuspakketje van vandaag. En dit is het pakketje wat ik bij de Bruna kan ophalen. En het komt van www.eerstehulpspullen.nl. Dat is het bedrijf van een vriend van mij. Die heeft samen met zijn vrouw dat bedrijf. En zij doen niet alleen eerstehulpspullen kopen. Maar zij zijn ook van Stichting Evenementen Hulpverlening. En dat betekent dat ze onder andere bij de Piratenfesteins actief zijn als EHBO. Superleuk. En hij heeft mij een nieuw soort verband opgestuurd. Ik ken het niet. Dus ik ben heel benieuwd wat erin zit. Dus ik ga even een mes pakken. Want Jan heeft het goed verpakt. Ik zal wel even een linkje maken in de bio hieronder, zeg maar. En in het i'tje. Komt goed. Nou, dan gaat hij open. En wat zit erin? Snork. Snuk, snork. Made in Norway staat erop. Het zal wel snuk zijn. En het is een nieuw soort verband, wat je dus wat alleen kleeft aan zichzelf en nergens anders aan. En het schijnt dus heel goed onder water te kunnen, dus ik wil uitproberen of dit wat is voor op school. Ik ga even deze verpakking openmaken en kijken wat erin zit. Kijken of dat met één hand redt. Dat moet lukken. Ik snap nu wat Janneke bedoelt met verpakkingen openmaken met één hand. Dat is best wel handig, zeg maar. Oh, kijk. Ik denk dat ik het een klein beetje herken als iets. Nou, dit is het. En er zit een gebruiksaanwijzing bij. Ook altijd handig. Broekzandvisum. Dus die ga ik eerst maar eens even doorlezen. Dit is dus waarom ik blond ben. En ik ging mijn telefoon opladen. Redelijk essentieel dat je dan ook iets doet. Juist. Zo laat hij natuurlijk niet op. Hè? Kijk. Dan wel. Goed. Mijn zoon zou zeggen, mama actie. Goed. Vond het wel een vlogmomentje. Maar nu ga ik wel wat leuks doen. Ik kreeg net een berichtje via Facebook van iemand. Dat ik mijn gewonnen prijs kan ophalen. En dan denk je, prijs, heb je ergens aan meegedaan? Nou, bij ons, bij de kerk waar ik lid van ben, daar is één keer in het jaar een rommelmarkt. En dit jaar heb ik daarbij niet geholpen. Dat heeft te maken met de omstandigheden. En ik heb wel geholpen met de voorbereiding. En dan koop ik altijd een boekje met loodjes. Nou, voor een paar euro heb je zo'n boekje. Hartstikke leuk. Maar ik was nog niet in de gelegenheid geweest om te kijken of ik ook een prijs had. En nu appt ze me van, wanneer kom je je prijs ophalen? Nou, dat ga ik nu even doen. Ik ga haar niet vloggen, heb ik afgesproken, want dat wil ze liever niet. Dus ik ga de prijs ophalen. De cursus achteruit inparkeren voor vrachtwagens. Ik zeg, deze man is geslaagd.
Dit doe ik hem echt van zo lang zal ze leven, Nina. Dan ben ik al slecht met links en rechts. En laat staan dan ook nog met een aanhanger erachter. Echt petje af. Zo, inmiddels ben ik in een ander huis. En we gaan even de hond uitlaten. Moet ook gebeuren, want we zitten hier al in een poosje. We hebben lekker gepraat even. Dat is soms ook nodig. Nu gaat de hond geharnast. En dat vindt ze echt heel leuk, maar niet heus. En dat is Valerie trouwens, maar die kennen jullie al, want die hebben jullie in de video Hallo. Al gezien. Oh, hi. Ja. Die hebben jullie al gezien toen wij appelcakes gingen maken. Dat was vorige week ergens. Moet je maar even terugkijken. Maar we gaan nu lekker even een rondje met de hond om. En stel je niet te veel voor van zo'n rondje, hè? Want zoals ik voor... 2 kilo. 2,3. We hebben net gewogen, hè? Ze was een halve kilo gegroeid, geloof ik. In zeven maanden, dus dat is een beetje veel voor het hondje. Maar dat geeft niet. Het ding is wel dat je gaat lopen dan ook, hè, Puk? Zo, inmiddels weer thuis. We hebben hier samen gegeten. En samen een visitekaartje ontworpen voor mij. Nu nog wachten tot het logo binnenkomt, dan is dat ook weer klaar. Ik ga zo nog een rondje fietsen. Het is nu 7:30. De zon schijnt, dus ik ga lekker even naar buiten. En daarna ga ik deze vlog editen. Dus voor nu is het genoeg. Ik heb geen idee hoeveel ik gevlogd heb. Heb jij een idee? Niet zo heel veel. Nee, want we hadden het een beetje te druk. Met eten en zo. En kletsen. Ja. Mijn paasheidjes gaan goed, zeg maar. Dus in het zodanig dat ik niet volgend jaar met Pasen nog meer Pasen, nog steeds paasheidjes heb. Nee hoor, nee. Nee, daar werk je goed aan mee. Ja. Dus dat is in elk geval geregeld. En nou, lekker even zitten knutselen boven, dat is ook belangrijk. Wordt leuk. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze worden als ze straks gedrukt zijn. Ja. Maar goed, eerst nog wachten op het logo. Morgen krijg ik daar een preview van, dus spannend allemaal. Voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. En tot de volgende vlog. Die komt morgen online om 7:15. Dus ik zeg tot morgen. Doei.